OPS, achtervolging, negeren, stopteken. Graag politie erbij, gezien we in het politiegebied zijn. Shit, wij zijn spoedassistentie. Spoedassistentie, spoedassistentie. Oh shit. Oh shit. Ja, 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 ja. Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 Elders Privarmor. En vandaag ga ik op pad met deze T6, gemaakt door Bas.d en Enomods. Dus vandaag gaan we een surveillance draaien met Kamar. En deze T6 heeft een nieuwe OOV-striping. En dat wil zeggen dat de strepen dus veel dikker zijn. Dat is wel te zien, denk ik. Hij heeft wel een beetje schade nog, moet ik daar even mooi fixen. Dat we even eraf wassen snel. Maar in ieder geval, ja, dit is hem dus. Details zijn er wel, sirene speaker hier beneden, ja gewoon, dit is hem. Ik ga zo meteen voertuigcontrole doen, die ga ik nu al doen achterin. Jullie hebben hiervoor gestemd, jullie konden stemmen, namelijk voor de motor of voor de T6, en in het begin kwam de motor wel vol uit, namelijk met ja, veel meer stemmen dan de T6, en ik keek net. En ineens waren het 104 stemmen voor de T6 en 71 voor de motor. Via Instagram konden jullie dat daarop stemmen. Die haal ik bij deze weg verwijderen, deze foto verwijderen, jazeker. En dan kunnen we beginnen. Dus achterin ligt de AED. Nog een ambulance tas, O2 en zo. Ik weet niet waarom dat in de Kamar, bij de Kamar erin zit. O2 is namelijk zuurstof. Nou, dat dient Kamar niet toe. Ook bij de medic, maar ja, dat zijn we vandaag in ieder geval niet. Pionnen. En in de kist hier zal, neem ik aan, nog veel meer zitten. Dat groene ding moet ik even verschuldigd blijven. En ik weet niet wat dat is. Maar de AED, ja, ook een aparte tas voor een AED. Maar in ieder geval, het zit er wel in. Dus dat is wel gaaf. En de pionnen, die gaan we misschien vandaag ook weer eens gebruiken. Want die gebruiken we eigenlijk niet zo vaak. Voorin dan, mooi schermpjes. Daar zo nog wat zo'n karkje. Dus dat geloof ik daar onder de mop. Onder het middelste schermpje. Hier links het Honak kastje, kistje voor de zwaailichten hierboven. En hier is de lichtbalk dan. We gaan voertuigcontrole doen, dan gaan we lekker de straat op. We zijn al ingemeld, als het 12 van 1 of zo. Ik weet niet wat de roepnummers bij de Kamar zijn. Maar in ieder geval, let's go. Ik zie jullie zo na de voertuigcontrole. Oké, voertuigcontrole compleet. Nu moet ik zeggen, of dat viel mij op, dat hier bovenin in de lichtbalk zit ook zo'n rood schermpje. Wat lijkt alsof het ook een stopbord is. Maar het stopbord zit daadwerkelijk gewoon hier en daar. Bovenin dus niet. Wat ik me ook afvraag is waarom het zwarte meer naar rechts staat dan in het midden gewoon. Ik word daar zelf een beetje... autistisch zal ik het maar noemen van. Maar ik weet niet wat dat is precies. Dat heeft een reden. Misschien omdat groen en werkverlichting daarin verwerkt zit zo te zien. In ieder geval, we zetten hem even in de automaatstand en we gaan beginnen. En we kijken wat de dienst ons gaat brengen vandaag. Ik ga het volgende kenteken voor u nadrukken. 8-5 India Oscar India. Oké, die bestuurder wordt gezocht. Nou, dat verrekenen mij, ik weet niet waarvoor. Dat hadden we allemaal via zo'n script kunnen we dat zien. Maar dat kan ik nu niet. Dus we nemen haar even mee. Ik geloof ook dat zij de eigenaar is zo te zien. Ene Marie of Mary. Die zou de eigenaar zijn van het voertuig. Nou, dat kan zij wel eens zijn. Hij staat op volgen. We houden rekening met elke situatie die we gaan treffen zo meteen. We hebben de Glock, we hebben de taser. Dus volgen gaat uit. Hij heeft de handen op het holster. Goedendag. Hi. We gaan een identiteitskaart van u zien. Okay. Goed, uw rijbewijs, in dit geval wilde ik eigenlijk vragen, is verlopen. Ik geloof dat het voertuig niet meer was verzekerd en niet meer geregistreerd. Ik mag uitstappen, ik wilde er geen rare dingen gaan doen. Ik ben bij deze namelijk aangehouden. Nogmaals, er wordt nog gezocht. Dus...
Maar even omdraaien, handen op de rug doen. En ik ga u nu boeien. Verdachte geboeid. Mevrouw, ik moet u nog even fouilleren voor mijn eigen veiligheid en voor die van mijn collega's. Dat ga ik dan ook doen. Heeft u dingen bij u bij mag hebben? Je weet het, gebruikelijke. En dan gaan wij door. Ik weet al niet of in en rondom Schiphol en zo een preventief fouilleren protocol is. Dat je gewoon iedereen en alles mag mag fouilleren. Dus ook al heb ik geen strafbaar feit waargenomen, zeg maar, dan mag ik alsnog die persoon dus fouilleren en auto's doorzoeken. Ik weet niet of dat standaard is rondom Schiphol, etc. Misschien weten jullie dat wel. Laat me dat maar even weten in de comments. En dan loopt dan nu iemand daarachter een beetje raar te doen. En dat willen we niet hebben. Ja, doe dan gewoon aan voor openbaar dronkenschap. Mocht dat. Reis door alsjeblieft. Nee, niet op mij inrijden. Ja, doe dan gewoon aan voor openbaar dronkenschap. Die gaat nu ook nog de straat op lopen. Dat is niet handig. Hey amigo, blijf even staan. Hoi. Kom eens hier. Wat helemaal doen je? Maf. Luister maat, heb jij iets gedronken of zo? Ik drink geen alcohol. Oké, heb je dan drugs gehad toevallig? Dat zie ik eruit als een drugsverslaafde. Nou, je ziet eruit als iemand die wel iets gebruikt heeft. Heb je dingen bij niet bij mag hebben? Ik ga je fouilleren. Ik wil niet naar de gevangenis gaan. Oké, dat is niet lang een antwoord waar ik gerust op ben. Mag even omdraaien, ik ga je fouilleren. Een zakmes en een kleine foto wat hierbij zit, dat is verder niet ernstig. Ik ga je even laten blazen. Mag je blazen tot ik stop zeg. Blazen, 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 blazen. Hou maar. Oké, dat is goed. Blijf je even staan. Ik ga toch mijn auto pakken, want iedereen rijdt weg namelijk. Of rijdt er tegenaan, heb ik het gevoel. En dan moeten we sowieso even... ademanalyse officieel en de drugstest natuurlijk netjes achterin pakken. Dus die pak ik nu ook. Zo. Wat doe je Wim? Dan mag je nog even dit. De pupillen zijn vergroot. Staat er. Dilated. Dat is geloof ik vergroot. Hè? Ik weet niet zeker. Ik ga even een drugstest afnemen en dat komt uit tot die positief is op cocaïne. Dat betekent dat je bent aangehouden. Voor verstoring openbare orde denk ik. Ik heb nog nooit openbare drugs. Ja, wat is dat? Want dat vraag ik me dus nog steeds af. Want dus even omdraaien. Het is namelijk zo dat je iemand kun je aanhouden voor openbare dronkenschap. Maar valt iemand aanhouden voor drugs, ja, onder invloed zijn van drugs, ook onder openbare dronkenschap? Lijkt me niet. Hoe heet dat dan? Ik neem aan verstoring openbare orde. Ook al deed je niet letterlijk verstoring, ja, je liep natuurlijk over de straat. Hij gaat dus mee, ook hem, mijn collega, wijs hem even op zijn rechten. Dan kan ik weer door. Hebben we nu niet gedaan, moet officieel altijd bij iedereen worden gedaan. Goedendag. Hoi. We krijgen geen melding, maar ik u viel op gezien het de haast waarschijnlijk. Ik weet niet of u een vlucht moet halen. Mijn voertuig staat niet geregistreerd. Daardoor viel op door de snelheid en toen kwam ik erachter dat de voertuig niet geregistreerd stond. Dus dat is niet zo goed. Daar krijg je wel een bekeuring voor. U heeft verder rijbewijs is verder in orde. Dus dan gaan we eens kijken. No registration. Nee, kut, wat was het? Ik vergeet het of no insurance of no registration. Het was niet geregistreerd geloof ik. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 4-1-alpha. Nee, niet geregistreerd. Is dat een deze? 5-2-0. Ik denk wel dat u niet verder mag rijden. Dus ja, dat is kut. Want we kunnen hem hier niet laten staan. Wat doe je nou in zo'n situatie? Hij moet... Nee, weet je wat? Ja, sorry. Misschien onrealistisch voor mij. Rij verder, parkeer hem ergens. En zorg dan dat hij
tot het wordt gefixt, want ik weet niet of die in het echt moet worden in beslag genomen. Hij mag in ieder geval sowieso officieel niet verder rijden, maar ik kan hem hier niet laten staan. Dan krijg je daar een melding van een achtergelaten voertuig hier. Dus fix het zo snel mogelijk, maar parkeer hem nu op de dichtstbijzijnde parkeerplaats en fix het. Misschien onrealistisch voor mij, maar ik wist even niet wat ik anders moest doen. Er rijdt hier een voertuig die is gespot en die persoon rijdt mogelijk onder invloed van alcohol en of drugs. Zou dit sneller zijn om die kleine bus hierin te halen? Yo! Sorry, ik moest even. Heeft die taxi hier nog? Ik zie het voertuig rijden. Ja, die slingert wel. Even blauw erop gooien. We naderen in principe politiegebied. Zullen we doorgeven naar de meldkamer. Meldkamer naderen politiegebied, maar we hebben het voertuig wel nu voor ons rijden. Iedereen gaat er voor ons aan de kant, want we hebben blauw aan behalve het voertuig. Hij knalt achter op een voertuig, veroorzaakt een ongeluk. Stopteken is gegeven, gaat er vandoor. OPS, achtervolging, negeren, stopteken. Graag politie erbij gezien we in het politiegebied zijn. Komt een Audi of een B-klasse? Wat is dat, een Audi? Moet ik leiden blijven? Ja, waarom? Omdat anders... Want anders die Audi weer niet... We gaan er heen! Nee, blijf! Uitstap jij. Hier komen... Ik ben aangehouden. Rijden onder invloed. Ik ben niet onder verplicht. Staan blijven. Staan blijven. Zegt de volgende voet. OPS bedoel ik. Ik weet nooit. Het is geloof ik OPS, hè. Kom op. Staan blijven. Als ik pepperspray had, had je nu pepperspray in je bak, schat. Ja, dan gaan we maar weer op de manier doen waarin ik eigenlijk niet wil. Ik wil gewoon dat iemand, als ik zeg staan blijven, tuurlijk blijft niet iedereen staan, maar dan moet ik vast... Is er nou iemand oprecht met mijn busje keihard vandoor gereden? Ik zag hem geloof ik in mijn ooghoek zo zoef langsrijden. Shit. Hier gaat hij, dat is mijn busje daar. Nou, verdachte aangehouden, dus overdragen aan collega's, want het is politiegebied, dus ik laat ze lekker meegaan met de politie. Ook al vraag ik ook in het Kamalgebied gewoon een transportje en dan komt er een politie in. Dus het is onlogisch wat ik net zei. Maar we gaan in ieder geval wel terug. We gaan achter een voertuig aan die net door de ANPR-camera's is gespot van het vliegveld en die hebben wij. En reed dus hier en die worden gezocht voor georganiseerde winkeldiefstallen. Ze gaan mij eens aanhouden. Hopelijk. Als de eigenaar in ieder geval in het voertuig zit. Die auto volgt mij toch wel, dus ik ga even gassen. Blauw gaat uit, volgen blijft aan. Wat je steeds hier onder in beeld ziet is die auto die, omdat ik te snel rij, achter mij weer inspant. Oh, hij volgt me niet meer. Hij is uitgestapt. Wat doet hij? Wat doet hij? Vent! Wat doe je? Wow, shit! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh, hij zei spoedassistentie. Spoedassistentie, spoedassistentie. Hij is aangereden, hij is aangereden. Laat een wapen vallen! Laat vallen! Los, los. Los, handen omhoog. Omhoog die handen. Wie schiet nog op mij? Iemand schiet op mij. Dit gaat helemaal rampfout. Verdachte uitschakelen. Hebben we nou een Walter?
Ja, waar is mijn Glock? Hij bent natuurlijk gecrashed. Ik dacht al, als ik een Glock had, had ik hem al lang de moeder ingeschoten. Ik zal jullie even heel mooi uitleggen wat er is. Het voertuig daarachter wil een stopteken geven, alleen die volgt mij ineens meer. Er rijdt nu een auto overheen over het slachtoffer en slechts verdachte. En die begon ineens te schieten op mijn auto. Wil je alsjeblieft van mijn verdachte afgaan, dankjewel. Ik wil een ambulance deze kant op, want ik ben gewond. De verdachte is gewond. Au. Dus dat is niet zo mooi natuurlijk. Hoi. Alles onder controle hier. En alleen maar 500 keer beschoten. Hij deed zeg maar zijn hand omhoog, had ik het gevoel. Maar hij schoot ook nog. Prio 1. Ongeval luchtvaartvervoer gebeuren. Iets. In ieder geval iets neergestort. En dat is niet mooi. We naderen zo meteen de drukste brug van Los Santos. En hij wil alleen maar een tikkeltje drukker als er nog een vliegtuig of een helikopter op ligt. Ik bedoel maar. Kom op mensen, maak het me niet te moeilijk. Tuurlijk, ga dan maar stilstaan anders. Dat is allemaal geen probleem. Oh shit. We hebben besloten om maar door het midden te gaan. Ineens. Hey, een helikopter. Boom. Hij moet nog een ploffen, hè? Dat weten jullie allemaal. Dat weet ik ook. We gaan naderen. Oh shit. Oh shit. Ja, 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 ja. Dit is niet goed, niet goed, niet goed, niet goed. Dat is niet goed, nee, 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 nee. Dat is helemaal niet goed, want er rijden allemaal autootjes. Dan komt de firewire. Oké, het lijkt me handig als jij omdraait de andere kant op. Lijkt me dat geen goed plan, mensen. Daar ontploft nog meer. Dit gaat helemaal koekoek fout. Even omdraaien. Eén grote chaos. Ik kan met F6 geloof ik. Ja. Oh, 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 oh. Wacht zo. Ga ik jou ook weghalen zo. Poef. En dan kan een brand van mensen lang. En jou ook. Poef. Brand ook op. Nou. Hoe haal ik dat nou weg? Welk je nou weg? Dit is een ander menu. Ik wilde... Ja, ik kon toch altijd... Oké, okay. Nou goed. In ieder geval, ik kon ze... Ah nee, wacht. Daar kwam iets. F6, dit maar. Zo, remove all. Goedendag, hoi. Voor jou, een helikopter die is... Nee, wacht. Oh! Wie en wat en waar? Waarom schieten we? Waarom schieten we? Ik heb weer mijn Glock niet. Wat schoot je nou op, vriend? Ja, met de 6 geschoten. Voilà. Hoi, oh, jij bent de bevelvoerder, je rent voor me. Oh, we hebben aangereden. Dit is echt slechtste wegafzetting ooit. Wie zorgt hier voor de wegafzetting, mensen? Die moet er iets aan gaan doen. Nou wacht, dat ben ik natuurlijk. Maar dan maak ik het uit. Hier is dat. Nee, luisteren maat. Uitstappen. Goed zo. Oh, luisteren, uitstappen. Iedereen uitstappen. Helemaal klaar mee hier. En nu blijven staan, ja? Ik kan ik... Oh, wacht, nee. Dit is iets anders dan ik had gehoopt. Ik dacht, ik in... weet je wat, we gaan gewoon op de Griekse I drukken. Of op de H. Een van de twee. Ik weet niet. Wat heb ik gedaan? Ik moest op... Oh, wacht. Ja, situatie onder controle, we mogen verder gaan. Alles is weg. In 5M heb je... Hoe heet dat gebeuren? Rood incident manager of zoiets. En dan kun je zo'n rondje neerzetten waar het verkeer niet meer mag rijden. Heb je ook een Los Santos Rescue Division mod.
Maar dat heb je dus blijkbaar niet in... of ik ben er nog steeds niet achter. Nee, dat... Ja, nee. Dat zou wel fijn zijn als dat dus, zeg maar, kwam. Dat ik gewoon het verkeer kan... Dat kan ik trouwens wel, dat weet ik zeker. Via de N van Nico. Stoppen niet echt. Ah, ze stoppen wel. Als ik dan hier ga staan, stop ik dan... Nee, want deze weg kan ik weer niet stoppen. Die stoppen wel, geloof ik. Maar deze dan wel niet. Oké, nou, het was al beter dan niks, maar dan weet ik de A voor de volgende keer. En als jullie een mod daarvoor hebben, laat het me even weten in de comments. Voor het verkeer stil te kunnen zetten. Of als jullie zeggen, ja, maar als je op de B drukt van backup, dan kun je dat ook doen. Nee, dat is niet zo, maar goed. Had zomaar gekund. Ik jullie bedanken voor het kijken. Ik denk dat het mooi is geweest voor vandaag. Ik jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, als ik me niet vergis, gaan we drie dagen, of niet achter elkaar, maar gewoon drie video's, een dienst met Jan Willem bekijken. Helaas nu niet in het echt. Misschien als we hem lief aankijken, moet dat lukken. Maar in GTA nog tot nu toe. Dat gaan jullie drie video's lang zien in meerdere delen. Want het was een drukke dienst en een lange dienst. En ik dacht één video daarvan is veel te lang. Dan zit je namelijk 2 uur te kijken. Kunnen we beter 3 van een half uurtje doen, zoiets. Nou, sommige zijn trouwens een kwartiertje, andere een half uur. Het zijn 3 delen tot nu toe. Ik zou zeggen tot dan en laat een blauw duimpje achter.